Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Koen. Ben je al niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan. Is het dan mijn camera vies? Heb ik nou een vieze stinkcamera? Oh nee, het is gewoon mijn hoofd. Goed, welkom, leuk dat je kijkt. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vindt, want vandaag hebben we iets wat ik eigenlijk niet moet doen. Er is namelijk een fenomeen op het internet, het heet fanfiction. Voor de mensen die geen idee hebben wat dat betekent, volgens mij is het dat er fans zijn van mensen of van groepen of van dieren. Maar in ieder geval, die gaan een verhaal schrijven over die groep. En dan alsof zij, zeg maar, die groep kennen in de echt en zo. En dat gaat soms ver. En ik heb nu een van die verhalen, kwam ik toevallig tegen. En ik dacht, weet je wat? Ik ga het verhaal lekker met jullie doornemen en analyseren en kijken wat we ervan vinden. Doe het nou, jongens, als je het leuk vindt, abonneer op mijn kanaal. En dit gaat echt raar worden. Dit gaat wel vreemd worden. Het begint hiermee. Hier begint dus mee, hè? Dus ik heb geen flauw idee wie dit is. Heb je een nieuwe video van Mattie al gezien? Ik loop mijn squat af, denk ik. Femke, die obsessie met Mattie loopt echt uit de hand. Lachend lopen met z'n allen naar het lokaal. Nee. Kom je erbij? Tessa, kijk ons aan. Ja, I don't know. Ga op onze plek zitten en de les begint. Jongens, we zijn op school. De les is begonnen. Dames, ik ben aan het woord. Dan zijn jullie stil. De leraar kijkt mij en Dané aan. Sorry meneer, hoe zorgen we dat jullie ook opletten? Levo leuk maken. Dané kijkt de docent uitdagend. Dané, jij moet nou even normaal gaan doen. En een beetje respect hebben voor je docent. Dat is ongelooflijk. Nou ja, u bent geen knappe, bekende knappe YouTuber. Dus Femke sowieso niet opletten, hoor ik iemand roepen. Een jongen, natuurlijk. Bas, als je dit kijkt, wat ben je nou aan het doen? Bas, hou je bek, Bas. Nou, hou je bek, Bas. Geïrriteerd kijken, man. Nou, en dat vind ik ook. Pauze. Ik kijk op mijn telefoon en zie dat Rob een foto heeft geplaatst op Insta. Damn. Wie is dat, fam? Dan neem ik over de schouder mee op zijn telefoon. Dat is Robbie, een van de bankzitters. Ik laat ineens zijn Insta zien. Bro. Hij is echt schattig. Oeh, wie is dat? Vlieg op de foto. Dat is Koen. Ook een bankzitter. Kijk. Now we're talking. Dus ze hebben ook een YouTube-kanaal. Nieuwsgierig staat zijn een foto van Rob en Koen. Jup, Lucky Graaf en DP. Nee, het is niet DNPNL meer. Tessa en Anneke beginnen te lachen. Zij kennen de bankzitters al. Dan nee, doe het niet. Het gaat je leven Hé, nou onzin. Danine probeert Danine serieus aan te kijken, maar het mislukt. Ze begint heel hard te lachen. Te laat. Ze volgen ze al op Insta. Vera kijkt met Danine mee op de telefoon. Nou, luister eens even. Wat zij doen, moeten jullie ook doen. Volg mij nou op Insta. Oh, ik heb het trouwens een enorme... Mensen, in mijn beschrijving van deze video, hieronder, staat mijn link naar mijn eigen Discord. Iemand heeft een Discord voor mij gemaakt, fucking chill. En ik ga binnenkort, ga ik even wat leuks doen. Ik ga namelijk een video maken waar jullie mee kunnen doen. Ik kan geld verdienen, dat wil je. Wat je daarvoor moet doen, je moet even mijn Discord joinen en mij volgen op Instagram. Mijn Instagram is Koen. En dan geef ik, denk maandag een berichtje, doe ik op mijn Instagram een story van join nu. Mijn Discord, want ik heb jullie nodig. Probeer alvast een mop te bedenken. Dat is belangrijk. Is van belang. Als je mop leuk is, kan je geld verdienen. Dat is hoe het in elkaar zit. Dus bedenk een mop. Join mijn Discord. En dan wordt het helemaal lachen. Staat de link in de beschrijving. Weet je nog niet wat Discord is? Dat is een soort van. Nou, dat dus. Vera is klein. Hey, maar gaat er nog een beetje gezoomd worden of zitten? Pest mij niet. Vera draait zich om. Ik ga naar mijn kluisje. Pling. Ik kijk op mijn telefoon begint te gillen. Ah, Omg, help. Zijn mijn hand laat ze wel op mijn telefoon vallen. Omg, fam, wat is er? Koen heeft me toegevoegd op Snap. Omg, help. Ze is rond met de ogen. Alweer een finger attack. Als ik thuis kom, stuur ik een Snap naar Koen. Thanks voor het toevoegen. Ik kreeg een Snap terug van Koen. Geen probleem. Ik stuur een Snap terug. Oeh, pedoface. Haha. En ik lach. Damn, Koen, die face daar. Ha. Ik zit alleen op mijn kamer, dus niemand kan me horen. Ben ik aan het lezen. Ik kijk naar buiten, ik zie redelijk mooi weer. Mooi genoeg om te gaan paardrijden, sluit ik. Oh, mijn god. Oh. We zijn op de donkere zijde van internet beland. Ik zie het alweer. Een paardrijmeisje. Ik leef me snel om en maak een Snap. On my way to liefste paardje. Verzoek naar Danee, Koen en Daan. Zet me in een verhaal. Veel plezier, kijk direct van Koen. Nou, hier zie je dus. Dit is niet realistisch. Ik zou dat nooit zeggen. Oh mijn god. Paarden. Ah, Omg, Koen. Stop met fingertext geven. Ik loop naar mijn fiets. Ik kijk nog even op mijn telefoon. Dit boeit allemaal niks. Dit gaat over paarden. Ik heb even een klein stukje geskipt. Het ging namelijk over paarden. Als je dit nou helemaal wil lezen, dat kan. Ik zal een link in de beschrijving zetten. Dat komt helemaal goed. Geen enkel probleem. Ik sta onder de douche en zing zacht mee met de muziek. Fem, je wordt gebeld via Snap. Logisch. Danee staat onderaan de trap te roepen. Ja, breng mijn phone even naar boven. Danee klopt op de deur. Ben je aangekleed? Ja, kom in. Inkomende oproep. Koen. Danee, het is Koen. Omg, Fem, neem op. Ik. Hey, Femke hier. Koen. Hey, Koen hier. Ik. Waarom bel je? Gewoon, had ik zin in. Wat is je Insta? Nou, Royal Femke. Nou, gaan we eens even kijken. Royal Femke. Nee, bestaat niet. Waarschijnlijk is al een keer geëxposed. Als van, nou, ik verwijder mijn Insta lekker. Dan zeg ik, oké, top, doeg. Oké, nou, doei. IE. Oh ja, trouwens, onze snapper is er nu op 2. Die gaan we wel behouden. IE. Dus hij zit natuurlijk helemaal in het paardrijden. Vandaar, Koen hangt op. Dan nee, Koen volg me op Insta. Ik sta helemaal te trillen. Omg, fam, dikke fix met Koen. Weet je wat dit betekent? Met een D. Fix met Koen. Weer een stap dichter bij Mattie. Ja, sure. Maar mag ik Koen dan hebben? Koen is geen ding. Nou, inderdaad. Femke. Jawel, een lekker ding. Nou, en dat mag gezegd worden, dankjewel. Na school kom ik uitgeput thuis. Mijn band was lekker, dus ik had besloten om te gaan hardlopen. In mijn gymkleding moest het wel lukken. Zesde idee ooit, veel te warm, mijn tas was veel te zwaar. Je gaat nou hardlopen met een tas. Wat is dit nou weer? Wat is er met jou gebeurd? Mijn ma kijkt me bezorgd aan. Een D. Band is lekker, dus ja, ik besloot om naar huis te rennen. Femke, gaan we snel douchen. Maak de deur voor me open, graag. Oh, na douchen kijk op mijn telefoon, zie je dat Koen een Snap teruggestuurd. Omg, crossbaan challenge 3.0 is op de planning. Doe in. Crossbaan? Begint te gillen. Ah! Nog voordat ik goed heb nagedacht, stuur ik terug. Yeah. Sure. Oké, nice. Geef me even je nummer, zet ik je in de groepsapp. Oké, 06 sterretje. Super, thanks. Ik begin langzaam te
Ik begin langs te beseffen wat er is gebeurd. En bel meteen Dané. Dané, omg, wat is er? Ik ga een crossbordje. Oh, crossbar. Oh, crossbaan. Ah, crossbar. Aha, crossbar challenge. Ja, droom lekker verder. Nee, echt, kijk deze. Nu schieten van de brief van Koen. Omg, serious, Lisa en screenshot. No. Fucking way. Jawel, gast. Ik ga met je mee. Ja, tuurlijk, maar ik moet gaan. Doeg, doeg. Oké, dit is de groepschat met dus de mannen. Ik, oké, wie zijn dit? Koekoen. Smikkelbeer van beroep. Mark, Milo en you are Robbie, Le Pek Koning. Ik ben de Pek Koning Roep. Matthijs. Ja, sap, ik ben Femke. Ja, hoi, mij ken je al, dus trouwens niet te bang zijn. Hier komen nog meer mensen. Mensen in. Hey, Femke. Ja, stil in de groep. Femke, kun je morgen naar de Rotterdam Kwam 4 te spelen? Koen, ja, vast wel, hè. Hoe laat rond op station? Dit gaat helemaal fout. Mag het een uurtje later? Not sure, blijf je pitten. Sure, het is al weekend. Wow, ik ga naar Koen, blijf er meteen slapen. Goed. Nu begint het warm te worden, jongens. Femke, gaat het? Mijn moeder kijkt me geschrokken aan. Ik ga gewoon naar Rotterdam, blijf daar slapen. Pardon, Rotterdam, oké. Wie blijft dan slapen? Bij Koen. DNP, die Koen. Ja, die Koen. Oké dan. Maar niet mij gaan bellen als je niet bij hem kan slapen. Goeie moeder! Fantastisch! Nee, nee. Vrolijk hup ik weer naar boven. Ik ga naar Koen, bla. Nou, dan gaat het naar mij toe. Hey, Femke. Hey, Koen. Hij geeft me een knuffel. Oké, wow. Hoezo is een knuffel? Oké, wow. Je blijft slapen. Hoe is hij? Ja, goed en met jou. Hij pakt mijn tas van de grond om naar de taxi te brengen. Ja, nu alleen maar beter. Was je reis? Bruh. Ik haat de trein. Haha. Ik haat openbaar vervoer. Haha. Waarom? Het is toch leuk, al die mensen? Dit is nou juist, al die mensen. Koen, kijk me verward aan. Oké. Okay. Hij houdt de deur al voor me open. Wat een gentleman ben ik toch ook. Ongelooflijk. Ik stap in en tijdens de rit hebben we het over Bruno. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik heb het uiteindelijk altijd over Bruno. Ik ga niet over je koulopaard praten. Dat doe ik niet. Wow, ik sta boven een trap. Kijk zo Koens kamer in. Wat? Loop langs, zijn mijn tas op de bank. Ik sta in jouw huis. Hij vond ze verbaasde wenkbrauwen. Ik ben een fangirl, you know. Je ziet op Snap in je vids. Nooit dat ik er ooit zelf zou staan. Nou ja, je staat er echt hoor. Ja, inderdaad. Wat ben ik aan het lezen? Loop naar de bank, ik ga op de bank zitten. Ik pak mijn telefoon en maak een selfie met Koen om in mijn verhaal op Snapje te zetten. Bank zitten bij de ene echte meneer DNP. Die tekst is priceless. Koen ligt op de bank van het lachen. Ja, precies. Ik zelf begrijp niet wat er zo grappig is. We spelen een aantal potjes FIFA, komen achter ik redelijk goed ben erin. Wat gaan we eten? Ik neem je mee uit eten. Oké, Koen, duimpje, even een blikje schoon, lekker bezig. Als we op straat lopen naar het restaurant, voel ik opeens Koens hand tegen de mijne. What the fuck, denk ik. Trek mijn hand een beetje weg. Meer naar mezelf toe. Weg naar die Koen. Uiteindelijk pak Koen toch mijn hand vast. Dan trek ik hem terug. Da fuck Koen. Ik kijk hem verrast aan. Oh, sorry. Hij kijkt teleurstellend naar de grond. De rest van de wandeling is het stil. Oeh, hangt nu wel een spannende sfeer. We zijn klaar met eten. En Koen betaalt. Hé. Mannetje betaald. Het gesmaakt, jonge dame. Koen geeft me jas. Het was heerlijk, jonge heer. Lachend pak mijn jas aan. Onderweg terug hebben we over de bank zijn vrienden zijn geworden. Oh ja, trouwens, Femke. Morgen komen ze langs om een video op te nemen. Wil je meedoen? Tuurlijk. Ja, sure, lijkt me leuk. Ik pak mijn telefoon naar de groepsapp. Hey guys, guess wie er morgen meedoet? Milo, vraagteken. Robbie, jij? Vraagteken. Femke, yes. Matty, yeah. Je hebt het al in de groep gezet. Ja, de gekke meid. Koen lachen een vriend om me heen. Een vriend om me heen? Een arm om me heen. Ik kijk hem aan. Zo zegt hij, totaal vriendschappelijk. Hey, maar wat is dit nou? En mijn Koens kamer aangetrokken, trek mijn pyjama aan. Een veel te groot shirt. Damn. Zo kijk ik op, helemaal vergeten dat Koen er was. Snel als ik kan trek ik mijn joggingbroek aan. Sorry, ik loop bij de keuken en maak koffie voor ons beiden. Logisch, nog even een bakje koffie voor het slapen. Als ik thuis kom, zit Koen op de bank met een deken. We gaan de wedstrijd kijken. Kruipen deken, zo zit ik wel heel dicht tegen hem aan. Femke wordt wakker. Ik voel hand op mijn schouders en langs trek ik me door dat Koen is wie ik hoor. Moet je dan open ik mijn ogen kijken, recht niet van Koen. Wat is er? 9:30, over een uur zijn de jongens hier. Damn, ik ga recht zitten. Zie ik op de bank in slaap ben gevallen. Er is een handdoek klaar in de badkamer als je wilt douchen. Wat een saaie avond, er is helemaal niks gebeurd. Al snel heb ik voor mezelf duidelijk alleen vrienden wil zijn. Beste vrienden. Oh man. Ik ben gefriendzoned in een fanverhaal. Jezus Christus. Nou, vergelijking niet leuk meer. Dan gaat de bel. Ik schrik en loop samen met Koen naar de deur. Mat staat voor de deur. Hey maat. Matty stapt naar binnen. We kijken elkaar aan. Ik krijg een fangirl attack en ren naar boven. Oké. Koen en Matty kijken elkaar aan. Koen op elkaar binnen. Wat is aan de hand? Ja, geen idee. Matty bijt niet hoor, Femke. Grappig. Nee, ik ben gewoon zo lang fan van Matty. Typisch fangirl dingetje. Wat is zo grappig? Matty heeft zijn jas opgehangen en komt ook de kamer binnen. Helemaal niks. Koen en ik kijken elkaar lachend aan. Kom eens hier, jij? Matty kijkt me aan. Oké. Ik stap loop naar hem toe. Steek mijn hand uit. Femke. Matty wijst mijn hand af. Geef meteen een knuffel. Daar was ik al achter. Wait, what? Ik snap mijn leven niet meer op dit moment. Eén moment sta ik op school de fangirl. De volgende moment knuffel ik mijn held. Hallo! Matt, wat is dit voor onzin? Ik zit in het hele verhaal. Vind ik spannend wat er gaat gebeuren. En nu ga jij even hierheen dingen nakken. Hey Koen. Mijn laatste trein vertrekt over 30 minuten. Ik kijk Koen aan. Ik zit nog steeds op de schoot van Matt. Ik ben even een deel gemist volgens mij. Akkert blijft op de bank. Ik kijk de jongens aan. Matty klopt met zijn hand op zijn schoot. Ik begrijp dit meteen. Ik ga op zijn schoot zitten. Pak de controle. Matt, jongen. Vuile tieringlaaier. Hey Koen. Mijn laatste trein vertrekt over 30 minuten. Kijk Koen aan. Ik zit nog steeds op de schoot van Matt. Ik kan je wel brengen. Matty schilt zo wat in mijn oor. Ja, is goed. Kijk Matty aan. Omg, onze hoofden zijn zo close. Ik wil het niet lezen dit. Ik ga wel mee, want je bent mijn gast. Koen pakt mijn ingepakte rugzak van mijn opnamecamera af. Nou, doei jongens. Ik sta op en kijk de jongens aan. Doeg Femke. Milo zwaait naar me. Mark zwaait mee. Rob staat op, loop naar me toe. Mag ik? Ja hoor, hij geeft me knuffel. Ik ben een heel klein beetje groter, dus voelt raar.
Rob, vuile dwerg. Heerlijk. Dat is gezellig. Tot de volgende keer. Rob gaat weer zitten. Als hij nog komt, zeker komt het nog een volgende keer. Roel geeft me ook een knuffel. Doe mijn jas aan en pak mijn rugzak aan voor Koen. Koen loopt de trap af. Ik wacht hem aanlopen als Mattie mij opeens mee naar de keuken neemt. Femke, ik vond het echt erg gezellig vandaag. Jij ook. Kijk, ik heb het al gedaan. Zullen we een keer iets gaan doen met z'n twee? Om, vroeger mij zojuist mee op date. Zo rustig en niet paniek mogelijk proberen het over te komen. Zeg ik, ja, sure. Lijkt me leuk. Top. Ik heb er nu al zin in. Jongen, mijn date wordt gewoon genakt. Het is ongelooflijk. Ze blijft bij mij slapen. En de dag erna gaat ze met Mattie op date. Femke, je bent de vieze slaaf. Nou, en dat mag even gezegd worden. Godsam, ik word gewoon boos. Dit is al nep ook. Ik word gewoon boos. Tegen Mattie praat ik niet meer, dat weet ik wel. Kom, we gaan. Voordat Koen gekke dingen gaat denken. Goed idee. Nog stiekem ook. Dit is nog stiekem ook. Godsamme. Koen staat al klaar bij de deur en houdt de autodeur van me open. Ik ga op de achterbank zitten en Koen gaat naast Mattie zitten. Als we bij station zijn aangekomen, staat mijn trein al klaar. Vertrek over 5 minuten. Koen en Mattie lopen mee naar de trein. Koen stapt eerst maar af. Hij geeft me een knuffel. Een lange knuffel. 4 minuten. Oh, hij vertrekt over 5 minuten de trein. Ik dacht, ik heb 4 minuten knuffel gegeven. Dat is al heel lang. Als me los dat in mijn aankijkt, zie ik in zijn ogen dat het echt heel jammer dat ik moet gaan. Femke, dankjewel voor het gezellige weekend. Ik vond het echt heel fijn, bedoel ik. Leuk dat je er was. Ik ook. Ed. Het was echt great dat jullie gewoon zo chill zijn en zo. En zo hyper als jullie overkomen in jullie video's. Nou, fans, nou wel. Haha, true. Volgende keer als je komt, gaan we naar een wedstrijd kijken. Haha, ja, is goed. 2 minuten. Ik geef me nog een knuffel. En heel subtiel een kus op mijn wang. Ik voelde mijn wangen rood worden. Ik wil zo snel mogelijk de trein instap. Mat, geef me ook een knuffel. 1 minuut. Ik wou dit moment langer duurt. Hallo, Femke. Dag, Femke. Roep ze als ik de trein instap. Ik ga aan het raam zitten. Ik zie dus nog op het perron staan. Begint te zwaaien en langzaam komt de treinbeweging. Ik doe mijn oordopjes in en zet Bring Me The Horizon op. Dus dit luisterden ze. Christus de paard. Christus de Bruno. Okay. Als ik thuis ben is het al bijna 2 uur. Ik ga ook direct slapen. De trein van Koen laat ik lekker aan. Ja, hey, Femke, maak even een keuze nou. Even serieus. Ik zit hier nou al 20 minuten hier met een vervelend gevoel dat je deze video op te nemen. Maar ik denk, je gaat dit voor Mattie. Dan hou je wel mijn trui aan. Dus wat is het nou? Het is ondertussen al een maand later. En Mattie en ik hebben het nog steeds niet afgesproken. Nou, dat wordt niks. Dat zie ik nu al. Hij heeft gewoon druk met school en YouTube. De Dutch YouTube Gathering. Ha! Lol. Doe ik even een kort verhaaltje. We wilden dus naar de Dutch YouTube Gathering. Nou, niet. Dit moet je even beseffen, mensen. Voor de mensen die niet weten wat de Dutch YouTube Gathering is. Er was een evenement. Daar kon je naartoe. En daar kon je dan fans ontmoeten. Dus ik vind dat helemaal prima en leuk en zo. Op straat ook gewoon. Als iemand naar me toe komt, dan neem ik altijd een lekker fotootje. Geen probleem. Maar zeg maar, we kregen daar niks voor. Echt, €0. En je moest zelf betalen als je een stand wilde. Voor mijn idee. Weet ik niet zeker of dat waar is. Dus wij staan daar die hele dag foto's te maken. Dat is best wel vermoeiend. Dus je moet constant met je gewoon mensen mee praten en zo. Dus je staat daar van nou 9 tot 5. Dan hadden je bonnetjes gekregen zodat je eten kon halen. Bonnetjes voor broodjes. Het was dan boven in zo'n speciale ruimte waar je alleen kon komen als je zo'n pas had. Ik heb denk van 9 tot 2 of tot 3 heb ik daar staan. Niks gegeten, niks gedronken. Dus ik ga naar boven. Maar ik heb die bonnetjes dat ik nog beneden laten liggen. Ik ga naar boven en zeg van ja, mag ik een broodje? Ik heb echt fucking veel honger. Dus, nee, sorry, ik krijg geen broodje. Moet je een bonnetje hebben. Dat was voor mij het moment dat ik dacht: je kunt lekker de tyfus krijgen. Ik kom hier nooit meer. Nou, en daar heb ik me aan gehouden. In ieder geval, de Disneyland komt eraan en de bank zit de show. Daarna Tessa, Vera en ik zitten op het speel en ik ben aan het voetballen als de telefoon gaat. Zou ik weer eens niet. Maar ik had het veel over de bank zitten gehad. En vooral over Mattie. Hij had nog steeds niks laten weten wanneer we iets gingen doen. Had wel het geappt, maar meer niet. Ook van Koen had ik niks meer gehoord. Hey, met Femke. Hey, met Mattie. Hoe gaat het? Alles Gucci, hè? Met jou? Alles praten, alles praten. Oeh, je moet even van kotsen. Dit is echt een hele zette grap. Hey fam, ik voel me af wie dit weekend iets te doen had. Ik heb de meiden aan, ze allemaal te lachen en gebaden. Ik moet opschieten. Nee, ik heb niks te doen dit weekend. Oké, mooi. Zaterdag, 8:30 's morgens bij Koen. Huh? Nou? Een triootje. Zo vroeg al. Just be there, please. Oké, tot zaterdag. Bye, schat. Well, bye, schat. I guess. Gillen hang ik op. Koen, neem je voetbalkleding mee zaterdag. Oké. Misschien is het toch geen date. Of wel, dit is een truc. Dit is vast een date, fam. Verder komt helemaal goed. You guys are made for each other. Daarna pak ik mijn telefoon. Koen shoot X? Ja, I don't know. Ik kijk daarna vragen aan. Fam, we hadden een deal. Daarna kijk ik een beetje flauw aan. Nu moet je niet Koen gaan fixen. Die was al voor mij. Haha, true. Ik glimlach en pak mijn telefoon terug. Het is zaterdagochtend en ik sta met mijn rugzak in mijn voetbalkleding op het station. Mensen kijken me raar aan, want het is 7:00 ochtend. Ik heb Koens trui of mijn voetbalshirtje aangedaan. Dat je 30 seconden een groep meisjes op het af. Ben je Koens vriendin? Ik kijk ze vragen het aan. En hoe kom je erbij? Nou, het lijkt dat je foto reageert op je foto en hij volgt je. Blond chick kijkt mijn bitchie aan. Well, we hebben niks. We zijn vrienden. Maar we hebben geen relatie. Is dat zijn trui? De mij met het bruine haar legt de nadruk op zijn. Ja, dit is zijn trui. Kun je nu met rust laten? Ik haat de ochtend. Nou, we haten als een mijn koet pijn zou doen. Well, honey, weet je wat ik nog meer haat? Chicks die nou schierig zijn. En te snel conclusies trekken. En nou opschieven. Schitterend. Kijk naar mij de visa aan, doe mijn oortjes in. Ik krijg ze wat in de trui van Koen. Ze lopen heupwiegend weg. Als ik Rotterdam aankom, staat Koen klaar. Oh nee, ik doe dat niet. Met zijn fiets. Meent hij deze? Zat de trein, dan aan toe geef hem een knuffel. Femke. Koen. Oké, sorry, ik ben skeer. Je zou achterop moeten, is dat heel erg? Haha, nee. Ik vind het classy. Oké, cool. Well. Ik spring achterop. Op het station uit fietsen begint Koen te zingen. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fietsen. Zo gaat het nummer niet, Femke. Ben je koud of dom? We hebben super veel lol. I miss this guy. Hey, ik kan je tot hier horen. Sorry. Ik heb mijn box met muziek op zijn hart staan. Dus als we bijna zijn, kan Mattie ons inderdaad horen. Ze hebben Koen aangekomen. Ik spring met zijn fiets af en zet de muziek eruit. Toen ik naar buiten liep, zag ik Mattie staan bovenaan de trap. Schouwen ze elkaar aankijken, krijgt hij een smile op zijn gezicht. Femke, eigenlijk. Mattie, ik spring naar boven, geef mijn knuffel. Ik heb je gemist. Fluister, hij zag je in mijn oor, terwijl we nog stevig tegen haar aan. Ik jou ook, Mattie. Ik jou ook. Even kijken of ik nog wat leuks heb. Ik nog wat leuks. Probeer een fatsoenlijk intro op te nemen. Maar iedereen zit ook mee te kloten. Ik zit bij Koen op zijn rug. En ren achter Mattie aan die mijn petje heeft afgepakt. En dus staan Milo en Roel voor de camera en openen de video. Rob en Matthijs liggen rustig in het gastenzonde. Beste intro ooit. Als de intro eindelijk opgenomen is, beginnen we met de challenge. En zie je wat de dame meer kan dan die ene video. Milo knipoogt naar.
Milo, kom je er nou ook nog bij? Dames eerst, Koen maakt plaats voor hem. Maar ik blijf aan de zijkant staan. Waarom ga je niet? Dames eerst toch? Dan schiet ook maar meteen Koen. Jongens begint te juichen. What a burn! Moet je bek houden, Femke. Koen schiet en mist. Iedereen schiet een keer de lat. Matthijs en ik raken de lat. De rest mist. De volgende ronde raakt alleen Rob. Dan raken Roel en Milo de lat. Gaat tussen Koen en Matt. Wij schieten ze meerdere keren, maar blijven missen. Mark, we stellen raak zo de Juliette moment. Roel zat met zijn handen in zijn zij te kijken. Waar is Mark eigenlijk? Die durft niet te verliezen van een meisje. Zoals wij nu aan het doen zijn. Want hij draait zijn hoofd naar mij en lacht lief. Achter Matt staat Koen. Die kijkt niet zo blij naar Matt. Koen verliest de ronde. Hij moet dus eerst een straf uitvoeren. Dat Albert Heijn had allemaal vieze eten meegenomen. Ja, die boeit echt geen. Ik mag de volgende ronde beginnen. Ik durf te wedden dat Femke deze bal met de ogen richting de goal kan scoren, zegt Matty. Als je lat raakt, hoef je de rest van de video geen straf meer uit te voeren. Oké, deal. Ik zit hier in de hand. Pak een theedoek en binden voor mijn ogen. Ik voel een paar handen op mijn schouders. En dan mijn kontje. Dat staat er niet. Stapje voor stapje word ik naar de bal geleid. De handen laten me een paar rondjes rond mijn as draaien. En zet hem weer recht voor de bal. En mijn voet voel ik waar de bal ligt. Ik neem een korte aanloop en schiet. Cliffhanger. Nee, nee, hij gaat niet verder. Laatste update in 2017. Nee, nee, nee. Dit is niks. Oh, mensen, willen jullie nou weten hoe dit afloopt? Laat een duimpje omhoog achter. Laat nou even dat duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal. Spanning en sensatie, ik hou er bijna niet meer. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En Matty, daar heb ik nog wel even een appeltje mee te schillen, moet ik zeggen. Ik zie jullie later. De groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Oké, mensen, de mop van vandaag gaat als volgt. Er wa- hey, Femke is van mij, hey. Wat een lul. Hoe lekker.